Welkom bij Pakhuis de Zwijger. Mijn naam is Servas en dit is Groen Verbonden. En vanavond gaan we praten over het verbinden van natuur. Hoe kan je ervoor zorgen dat de barrières die soms wegen hebben in natuurgebieden opgeheven worden en daarmee dus onze natuur, onze biodiversiteit, maar ook onze leefomgeving verbeteren en prettiger maken. Daarover spreek ik dit uur met verschillende mensen hier in de zaal en hopelijk ook via jullie thuis. Zo meteen laat ik de Mentimeter-code zien, of dat kan ik eigenlijk wel meteen doen. Via Mentimeter kan je vragen stellen. Die vragen komen dan binnen op deze tablet en die probeer ik zoveel mogelijk te betrekken in het gesprek. En de code voor Mentimeter is, dus dan moet je gaan naar menti.com en dan is de code 5875356. 5875356. En die code staat nu onder in beeld en die staat voor de mensen in de zaal op de beide zijkanten. En dat is het fijne, want we hebben weer mensen in de zaal. En ik heb het gemist, want het afgelopen winter mochten geen mensen hier naar binnen. Maar nu mag het weer. Weer gewoon mensen hier waar we echt in gesprek kunnen. En ook zij kunnen na afloop ook nog verder doorpraten. Voor de volgende keer wees welkom hier in Pakhuis de Zwijger, want dan kan je ook met ons na afloop nog even wat langer doorpraten. Voor nu, wil je meepraten, kan dat dus via Mentimeter. We hebben meerdere mensen hier aan tafel nu al, waaronder Esther Rommel. En jij bent gedeputeerde van Noord-Holland en verantwoordelijk voor natuur. En je volledige functie is natuur, landschap, grond, bodemdaling en stikstof. Klopt. En jij bent een van de trekkers, of echt de trekker, op het dossier ontsnippering. Het onderzoek waar we het ook vanavond over gaan hebben. Zeg dat goed? Ik zie een twijfel. Nou nee, kijk, dat doen we natuurlijk met elkaar. Maar Jeroen Oldhoff die is gedeputeerde mobiliteit. En ja. Daar doe ik dit ook mee samen. Duidelijk. Ik ben in ieder geval blij dat je vanavond bij ons bent. Ongeveer anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden hebben we een vergelijkbaar gesprek gevoerd. Dat was namelijk aan het begin van het project waar jullie een onderzoek deden vanuit Noord-Holland naar hoe kan je nou die natuurgebieden aan elkaar verbinden en hoe kan je die barrièrefunctie van infrastructuur opheffen. Dat gesprek is terug te kijken. Mocht je dat willen, dan kan dat op de website van dezwijger.nl. Onder het dossier Ruimte is het programma te vinden Beren op de Weg. En op de website van dit programma staat hij ook gewoon groot in beeld. Kijk dat na, is leuk om te lezen. Ook aan tafel hebben we Adam Hofland. En je bent strategische adviseur infrastructuur en leefomgeving bij Rijkswaterstaat. Ja. Dankjewel, welkom dat jij er ook bent. En we hebben Yannick Sonne en je bent beleidsadviseur mobiliteit bij de provincie Noord-Holland. Ja. Dankjewel, jij was er de vorige keer ook bij. Niet aan tafel, wel achter de schermen. Klopt. Hoe ben je eigenlijk betrokken geraakt bij dit onderwerp? Nou ja, ik ben dus beleidsadviseur mobiliteit. Dus de provincie die start natuurlijk allerlei projecten om de provinciale infrastructuur te verbeteren. Ja. Een beleidsdoel is natuurlijk om de mobiliteit van mensen te bevorderen. Om fietspaden aan te leggen, de bereikbaarheid van gebieden in de provincie te verbeteren. Maar jouw werk is dus gewoon, jij rekent dat uit. Is dat het? Of is het, jij denkt erover na en andere mensen gaan het uitrekenen en je adviseert dan Esther en haar collega's? Dat laatste lijkt ook iets meer op. Ja, ja. Esther, om dan met jou te beginnen. Waarom is het zo belangrijk dat Noord-Holland kijkt naar het ontsnipperen van natuurgebieden? Waarom moet die brug gelegd worden? Het is heel belangrijk dat dieren ook van A naar B kunnen. En als je dus de weg van dieren doorsnijdt met een weg voor mensen, dan weet je al dat de dieren die moeten over de menselijke weg heen, waardoor ze veel meer risico lopen dat ze doodgereden worden. Dus ontsnipperen is in dat betreft dus eerst versnipperen het. Dus letterlijk een bos gaat een weg doorheen, dat bos wordt versnipperd. En dan maak je dus een soort van ecoduct of een andere manier om er doorheen te komen en dan ontsnipperen het. Klopt. Maar is het niet jullie taak om vooral te zorgen dat de provinciale wegen gewoon op orde zijn en dat de bos gewoon netjes bij ligt en dat het allemaal goed op orde is? Waarom doet de provincie specifiek hierop? Wat? Nou, omdat je ziet dat de biodiversiteit de afgelopen jaren enorm afneemt. En wij hebben de biodiversiteit, dus al die dieren, al die beestjes, al die planten hebben wij nodig om ook voor onze eigen gezondheid en ook voor natuurlijk de agrarische sector, als je denkt dat daar de biodiversiteit nodig hebt, de bijen, voor het bestuiven. Dus ook die grote dieren heb je gewoon ook nodig en ook die kleine dieren. En door die te ontsnipperen, dus die wegen aan te leggen voor dieren en voor beestjes en voor planten, want ook die verplaatsen zich, kan je dus ervoor zorgen
dat je een groter bereik krijgt en een grote biodiversiteit. En heb je dan voorbeelden wat nu al gebeurt in Noord-Holland, hoe dan die barrièrefunctie van infrastructuur wordt overwonnen? Dus eigenlijk de barrière van de mens kan overwonnen worden voor de dieren? Ja, we hebben al diverse mooie voorbeelden. Eentje kan ik wel noemen waar ik zelf als eerste bij betrokken was. En dat is de faunapassage bij het Naardenmeer. Ja. En ook waar ProRail, die komt straks ook nog aan tafel, heel innovatief meegedacht heeft aan kleine passages wat heel goed bruikbaar is. Ja, en daar hebben we hele verrassende, vrij snel verrassende beelden gezien. Van de dieren die gebruik maakten van die passage. Het heeft meteen effect. Ja. En want hoe is het dan, Yannick, hoe is het dan gekomen dat je dan dat zo'n onderzoek als dit dan start? Waarom? Wat is dat moment geweest bij jullie dat je dacht, we moeten hier dieper induiken? En dat begon eigenlijk met de nieuwe coalitie. Ja. Die heeft een coalitieakkoord, de afspraken gemaakt in het coalitieakkoord, waaronder ook dat ontsnippering standaard wordt opgenomen in infrastructurele projecten. Dus als de provincie naar buiten gaat om voor wegwerkzaamheden, om dit meteen mee te nemen. Ah ja, dus je hebt een provincie, maakt een keuze, waar gaan ze het eerst investeren? Of elke wegbeheerder. En dan werd vroeger al gekeken naar snelheid, verkeersveiligheid, dat soort dingen. En nu zeg je, we moeten ook daarna kijken naar ontsnipperen van natuurgebieden. Nou ja, in de eerste plaats kijk je natuurlijk naar de onderhoudsstaat. Ja. Dus waar moeten we, omdat de weg er niet meer goed bij ligt, gewoon echt aan de slag. Ja. De huidige coalitie heeft ook afgesproken, als we naar buiten gaan, dan nemen we dit soort maatregelen ook mee. Als het natuurlijk kan, want het wordt natuurlijk ook steeds ingewikkelder. Er is steeds minder ruimte. Mm-hmm. Dus het moet natuurlijk wel inpasbaar zijn. Dan heb je eigenlijk wel netwerkbreed een beeld nodig van waar is dan behoefte aan dit soort maatregelen. Netwerkbreed betekent gewoon letterlijk het netwerk van provinciale wegen. Van alle wegen, ja. Je moet weten van waar liggen de knelpunten. Waar kunnen we nog iets doen voor dieren? En waar kijk is je dan alleen naar provinciale wegen of kijk je dan ook naar de gemeentelijke en de rijkswegen? Een combinatie van die dingen? Nou, rijkswegen is eigenlijk al heel goed gedaan door het Rijk zelf, door Rijkswaterstaat. Ik bedoel meer de barrièrefunctie ten opzichte van de natuur? Eigenlijk alles. Ja. Dus we hebben ook, er staan ook bedrijven in het landschap, die zijn allemaal in het onderzoek. Daar gaat Edgar denk ik straks meer over vertellen. Zeker. Die zijn ook meegenomen, ja. Ja. En Adam, jij bent ook betrokken geweest bij dit onderwerp, specifiek bij het meerjarenprogramma Ontsnippering. Ja. En jij bent betrokken bij Rijkswaterstaat. Hoe ben jullie hier aangehaakt? Wanneer zijn jullie aangeraakt op dit onderwerp? Ik ben zelf programmamanager geweest van het meerjarenprogramma Ontsnippering. Het was een groot rijksprogramma om eigenlijk dit soort knelpunten, waar de provincie Noord-Holland nu mee aan de slag gaat, om die voor het Rijk, dus voor het hele Nederland op te lossen. Ja. En dat zijn dan knelpunten tussen natuurgebieden en de rijkswegen, maar ook de spoorwegen en de kanalen die ontstaan zijn in de loop der tijd met de aanleg van al die infrastructuur. Ja, dus Hert wil van A naar B. Ja. En zet gewoon een kanaal aan de weg. En je kan niet over het Noordzeekanaal, kan je niet zomaar overheen zwemmen. Nee, precies. En hoe dan? Ja, dan, zeker zo'n kanaal is het van de Toulouse in. En dan een hert kan best zwemmen, best goed zwemmen. Ja. Dus je denkt, nou, dat water dat is best een barrière, het beste nemen voor een hert. Maar dan komt hij er vervolgens niet uit, omdat er inderdaad een flinke damwand in zit. Nou, dan maak je zogenaamde FUPS, dat zijn fauna-uittreedplaatsen. Ja. En daarmee kan een hert of een ree of een zwijn, die kan dan met zo'n FUP dan alsnog weer het kanaal ook weer uitkomen. Hè? Dan is zo'n kanaal een mindere barrière eigenlijk voor zo'n dier. Ja. En hoe past het onderzoek waar we dus vandaag, maar misschien, ik ben er benieuwd hoe dit onderzoek nou verhoudt tot de rest van het land. Maar misschien moeten we deze even bewaren, voor als we het onderzoek ook daadwerkelijk gehoord hebben. Want dan weten jullie thuis ook waar we het over hebben en dan kunnen we daarna breder verhaal zetten. Dus maar ik kan er wel denk ik wel iets over zeggen. Want het gaat er uiteindelijk om dat je al die knelpunten die je oplost, dat moeten allemaal weer ook schakels met elkaar vormen. Hè. Dus wat de provincie doet, idealiter sluit dat natuurlijk aan op de knelpunten die wij in het verleden hebben opgelost. Hè, of die wij misschien in de toekomst nog gaan oplossen. Want je hebt zo'n hele mooie FUP aangelegd. Precies. Om dat Noordzeekanaal uit te komen. En vervolgens komt daar die provinciale weg. En het hert wordt daar doodgereden. Exact. Ja, en om dat te voorkomen moet je dus dat een beetje op elkaar afstemmen. En dan is het te goed dus dat je in dit soort settings aan tafel zit om wat nader tot elkaar te komen. Ja, super. Edgar, kom naar voren. En Edgar van der Grift, je bent ecoloog en onderzoeker van de Wageningen University and Research. Zo is het. En jij bent de afgelopen tijd bezig geweest met een onderzoek naar die ontsnippering. En jij komt ons vandaag vertellen wat uit dat onderzoek gekomen is en ook wat je onderzocht hebt.
Dus de vloer is aan jou. Ja, dat ga ik doen in een notendop, zodat we gelijk weer verder kunnen discussiëren aan tafel. Ik ga eens vertellen hoe ziet het ontsnipperingsbeeld eruit wat wij ontwikkeld hebben en hoe zijn we daartoe gekomen? Welke werkwijze, welke aanpak hebben we gevolgd? We weten inmiddels al een aantal decennia dat het dus niet zo goed gaat met de natuur en een van de belangrijkste oorzaken die al snel bekend werd was de versnippering. Er is zojuist al uitvoerig over gesproken. Natuurgebieden zijn te klein geworden, zijn te geïsoleerd geraakt van elkaar, met als gevolg dat de populaties, de dieren- en plantenpopulaties die daarin leven, het moeilijk hebben. En als oplossing is bedacht een natuurnetwerk. Dat is bedacht voor heel Nederland, maar ook de provincie Noord-Holland heeft daar een uitwerking aan gegeven. En dat zien we hier aan de linkerkant op de dia. Maar het is ook al genoemd, er is naast dat natuurnetwerk, wat in ontwikkeling is, ook nog een ander netwerk. Het grijze netwerk wordt het ook wel genoemd, de verkeersaders. En in dit geval in het bijzonder de provinciale wegen. Er zijn er ook heel veel van, zoals deze kaart laat zien. En dat zorgt dus voor een aantal problemen. Probleem wat meestal als eerste in het oog springt, niet alleen voor biologen, wetenschappers, maar eigenlijk iedereen die de weg gebruikt. Dat zijn dode beesten op de weg of langs de weg. Dieren proberen toch over te steken, dat lukt niet altijd en die vinden daar de dood. En je kunt je voorstellen dat dat een impact heeft op populaties. Zeker als het dieren zijn die niet zoveel nakomelingen krijgen. Als je daar een paar van dood rijdt, ja, als het even tegen zit, dan rijd je eigenlijk een heel leefgebied binnen korte tijd leeg. In het kader van dit onderzoek hebben we in beeld gebracht waar liggen nou de trajecten binnen de provincie Noord-Holland waar dit echt een groot probleem is voor meerdere soorten. Dat is het kaartje hier links. Het is gebaseerd op het aantal gegevensbestanden die her en der worden bijgehouden, waarin allerlei dode beesten worden geregistreerd. Maar het is ook gebaseerd op de kennis van experts en gebiedsdeskundigen die we bij elkaar hebben gezet. En gevraagd van, wijzen jullie nou eens de locaties aan waarvan jullie weten, uit de ervaring van alle dag, waar dieren regelmatig de dood vinden. Maar doodrijden is niet het enige probleem. Veel minder zichtbaar, of eigenlijk helemaal niet zichtbaar, is het probleem dat heel veel wegen, heel veel infrastructuur, beesten gewoon belemmert in hun bewegingen en soms zelfs van die aard dat dieren de weg en de omgeving van de weg gaan mijden. Of het niet eens meer proberen om over te steken. En dan heb je natuurlijk een behoorlijke barrière gecreëerd, waardoor populaties van elkaar geïsoleerd raken. Nou, en met die ecologische netwerken, waar dus ook hier in deze provincie hard aan gewerkt wordt, dat zou een oplossing moeten bieden. En hoe dat werkt, staat heel eenvoudig en schematisch hier in beeld. Aan de linkerkant zie je een fictieve huidige situatie van verschillende leefgebieden. Dat zijn die vlekjes die geschikt zijn voor dassen. Een aantal van die gebieden die zijn prima voor elkaar. Hè. Daar is de populatie levensvatbaar, donkergroen. Er zijn ook een paar plekjes, die zijn geel. Daar zitten nog wel dassen, maar de populatie wordt niet levensvatbaar geacht. En vaak is dat dan een gevolg omdat de populatie gewoon te klein is. Dus de dieren zitten er nu nog wel, maar je kan er eigenlijk op wachten. Er komt een moment dat ze daar door wat voor reden dan ook gaan verdwijnen. En er zijn wat grijze plekjes, dat is op zich prima leefgebied voor de das, maar daar is die al verdwenen. Dus er is dat eigenlijk al gebeurd. Misschien is de lokale ziekte uitgebroken of er zijn er een paar achter elkaar doodgereden en je populatie is weg. En omdat die gebiedjes niet verbonden zijn, komen ze ook niet meer terug. Of in ieder geval niet eenvoudig. Nou, en hier rechts is dan het idee van de oplossing. Als we die gebieden nou allemaal met elkaar verbinden, dan gaan die dieren zich weer vrij door het landschap bewegen. Dan worden die gebiedjes waar ze nu niet levensvatbaar zijn, die worden ook levensvatbaar. En het kan zelfs gebeuren dat die lege plekken ook weer gekoloniseerd worden en dat de dieren daar een plek vinden. Nou, in dit onderzoek hebben we niet alleen naar dassen gekeken, we hebben eigenlijk een selectie gemaakt van 20 soorten en die hebben we in detail geanalyseerd. Hoe zit het nu in Noord-Holland en waar ervaren deze dieren mogelijkerwijs een probleem? En kunnen we dat oplossen door maatregelen te nemen bij de verkeerswegen?
En we hebben geprobeerd om een representatieve selectie van soorten te maken. Hè. Zowel soorten die weinig mobiel zijn, dus niet heel erg bewegen, kleine afstanden afleggen, tot zeer mobiele dieren, dieren die een klein leefgebied hebben, tot en met dieren die een heel groot leefgebied nodig hebben. En ook een klein beetje goed verspreid over de belangrijkste biotopen die in Noord-Holland voorkomen. En we hebben vervolgens eigenlijk de vraag gesteld, oké, waar kunnen wij nou met behulp van de aanleg van faunapassages direct winst opleveren voor de populaties? In termen van levensvatbaarheid. Dus waar, als we een barrière van een weg opheffen, zien we dat dat naar verwachting direct positief uitwerkt voor de populatie. Daar zijn we een paar maanden mee bezig en daarna komen we met deze kaart en dat is feitelijk het ontsnipperingsbeeld. Eigenlijk het resultaat. En we vonden op deze wijze 68 knelpunten, locaties, waar als we maatregelen nemen bij de verkeersweger onmiddellijk dus faunawinst te halen is voor diverse soorten. Je ziet dat de bolletjes verschillend zijn qua grootte. Dat betekent dat er één of meerdere soorten van kunnen profiteren op die plek. Zelfs zijn er plekken waar meer dan 10 soorten profijt hebben van ontsnipperende maatregelen. Je ziet ook twee kleuren. Blauw, dat zijn eigenlijk de locaties die pas op de lange termijn winst opleveren. En rode plekken, dat zijn plekken waar op korte termijn al resultaten verwacht is. En dat hebben we geanalyseerd op basis van het gegeven of een soort er nu al zit, vlak bij de weg. Of dat die nog wat verder weg zit en eerst eigenlijk nog door het landschap moet bewegen richting de betreffende locatie. De grafiek rechts laat ook zien dat het echt enorm kan verschillen per soort. Hè, dat de ene soort toch wel meer knelpunten heeft dan de ander. Dan weten we de plekken, we kennen de trajecten. Hebben we ook gekeken van oké, wat moet je daar dan doen? Hoeveel faunapassages heb je dan nodig en van welk type? En deze plaatjes laten al zien dat er allerlei verschillende typen mogelijk zijn. In 2% van de gevallen betreft het robuuste faunapassages. Dat wil zeggen of een ecoduct of een grote faunatunnel. Maar in 98% van de gevallen betreft het dus relatief eenvoudige, kleinschalige faunapassages, zoals een dassentunnel of een amfibietunnel. En tenslotte, want ik ben al over de tijd, zie ik, faunakeringen, die hebben we ook in beeld gebracht. Want je kunt wel faunapassages aanleggen, maar dat moet je toch altijd wel in combinatie doen met faunakeringen. Denk bijvoorbeeld aan faunarasters of faunaschermen. Enerzijds om de beesten naar de faunapassage toe te leiden. Anderzijds om beesten ook van de weg af te houden, want anders vinden ze daar nog steeds de dood. Dank jullie wel. Kom aan tafel zitten. Volgens mij, ja, ik hoor heel veel dingen en ik denk van, oh, daar wil ik op doorgaan, maar we gaan eerst even kijken hier aan tafel. Wat is je eerste reactie eigenlijk als je dit hoort? Je hebt het waarschijnlijk al eerder gelezen, maar was dit wat je toen je, wat was het, 1,5 jaar geleden hier zat en vertelde dat je dit wilde gaan doen? Of Edgar de opdracht had gegeven, is dat wat je hier gehoopt had als resultaten eruit te krijgen? Je weet niet zo gauw van de wetenschap wat je te verwachten hebt. Maar wat ik bijzonder vind is dat het zo concreet geworden is. En wat ik er het mooie ervan vind is dat je dus heel gericht maatregelen kan inzetten. Zonder dus dat je geen geld verspilt. Dus dat je ook wel ongeveer weet van waar moet je dat dan doen en wat kan je daar het beste doen. Wat verbind je dan en wat bereik je daarmee? En 68 knelpunten, waarvan dan 2% robuust zijn, dus dan wat duurder. En 38% eigenlijk relatief eenvoudige maatregelen. Dat is gewoon snel effect boeken, toch? Is dat dan ook dat je nu zegt van nou, ik bel meteen in je collega, dit gaan we meteen doen? Of hoe gaat dit nu, hoe wordt dat dan omgezet in beleid? Ja, ik denk dat Jannik straks wel wat meer kan vertellen over die kleinere projecten, want daar hebben jij het mee, heel veel mee bezig. Maar met die grote projecten hebben we ook gezegd van, we willen gewoon bij grote projecten dat het meegenomen wordt in het hele project. En ook bij de aanbestedingen, dat daar gewoon, ja, dat het standaard dus is. En bij de kleine projecten gewoon zo snel mogelijk kijken, wat kunnen we daar doen? Want als je naar Noord-Holland kijkt, is dit ook een probleem wat groter speelt in onze provincie? Of hoe verhoudt dat zich tot de rest van het land?
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik vind het zo bijzonder dat ik in heel Nederland daar die presentatie zou willen laten zien en zeg van ga hiermee aan de slag, want het is zo ontzettend effectief en efficiënt en het ziet er heel eenvoudig uit. Ik weet dat de wetenschap, dat je daar heel veel onderzoek voor hebt moeten doen, maar ja, je maakt het wel heel inzichtelijk voor ons en dan vind ik het heel belangrijk dat heel Nederland moet gewoon verbonden worden en ontsnipperd. Ja. Yannick, hoe kijk jij hiernaar? Dit heb je natuurlijk ook al eerder gezien, maar... Ja, het onderzoek is natuurlijk al een tijdje af. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is voor de provincie dat we deze informatie nu in handen hebben. Ook om die twee werelden bij elkaar te brengen. Die van de wereld waar ik dan vandaan kom, de infrastructuur, mobiliteit en groen. Het zijn natuurlijk allebei hele belangrijke onderwerpen voor de provincie. Misschien wel de belangrijkste zelfs. Zogenaamde kerntaken. Precies. Maar het zijn ook twee bloedgroepen die je graag bij elkaar wil brengen. En dat moet ook. Met deze informatie hebben de mensen aan mijn kant al heel vroeg al heel duidelijk in beeld waar die maatregelen genomen moeten worden. Ja. Zodat we ook gewoon vroeg daar ook op kunnen voorsorteren en goed over na kunnen denken. Ja. Je kunt je geld natuurlijk maar één keer uitgeven en hiermee hoef je ook maar één keer naar buiten. Om zowel iets te doen voor de mensenmobiliteit als ook voor de dieren. Dus ik denk dat dat het heel belangrijk is dat we dit nu hebben. Edgar, is dit je hebt een aantal resultaten laten zien. Maar je hebt natuurlijk ook een methodiek daarin ontwikkeld hoe je dat, tenminste dat neem ik dan aan, dat je dat ook op andere plekken in het land toe zou kunnen passen. Is het nu, als ik stel dat ik nu provincie Groningen ben, kan ik jou bellen en jouw team bellen van maak dit ook deze scan voor ons? Ja hoor, dat kan vanavond nog. Nee. De techniek is niet helemaal nieuw, want waar Adam het net over had, het meerjarenprogramma Ontsnippering, en dat is stamt uit 2005. En in het jaar daarvoor hebben we eigenlijk het belangrijkste deel van deze methodiek al ontwikkeld. Dus ook nationaal hebben we deze insteek gebruikt, waarbij we zeggen we kijken vooral naar het analyseren van de levensvatbaarheid van populaties. Ja. Dus dat moet oké zijn. Dus we kijken van waar kan het ontsnipperen van wegen bijdragen tot echt een significante verbetering van die levensvatbaarheid. Dus niet letterlijk elk fietspad wordt doorsneden, wordt een oplossing voor gemaakt, maar echt waar het grootschalige impact heeft. Ja, en die methode hebben we nu opnieuw eigenlijk uit de kast gehaald, afgestoft, verbeterd ook, verfijnd. Ja. En eigenlijk opnieuw toegepast. En ja, dit is natuurlijk ook in andere provincies toe te passen. Adam, hoe kijk je heen naar... Ja, ik had het nog niet gezien, hè, deze resultaten. Maar ik word er wel heel enthousiast van natuurlijk. Ook omdat ik dus zie dat eigenlijk wat we in eerste instantie op landelijk niveau hebben gedaan, nu ook zeg maar op regionaal niveau aan het doorcijpelen is. En wordt opgepakt en wordt doorgezet in zekere zin. Hè. Je ziet zo dat het, dat het een soort inktvlek is. En Yannick zei het al een beetje. Ik word er heel blij van dat in zekere zin natuur en cultuur op deze manier heel mooi bij elkaar komen eigenlijk. Hè. Twee niet misschien voor de hand liggende zaken. Hè. Cultuur, dat asfalt, dat grijs, dat beton en die hele, dat harde. Technische en juist die zachte waarde van natuur. En er zit gewoon wel echt een oplossing om bij te dragen aan de natuurkwaliteit in Nederland. Ja, dat is wel echt heel gaaf om te zien. Ja, en wat het ook heel duidelijk maakt, en dat gaf jij ook al aan, het is natuurlijk de grijze infrastructuur, de groene infrastructuur, maar ook dat natuurnetwerk Nederland. Want als wij dus die natuurnetwerken, als we dat kunnen versterken, als we die natuurgebieden kunnen versterken, dan heb je ook meer kans voor die groene infrastructuur. Ja, dat is nodig. Hè? Edgar zei het in zijn begin van zijn presentatie natuurlijk al. De natuur in Nederland kan echt wel een opkikker, dan zeg ik het nog zacht, gebruiken. En als we dat op deze manier aan bij kunnen dragen, en dit is natuurlijk maar één oplossing. Ja, dat is natuurlijk wel... En dit is gewoon heel, hoe zeg je dat, toegankelijk, heel toepasbaar meteen, hè? Dus dat is wel heel mooi. Maar is er dan ook een belemmering, want je zou zeggen, de fantastische resultaten die je gewoon... die cijfers die je vorig keer hoorde, wat was het, 40% van de jonge otters die we doodrijden jaarlijks. Als je dat soort cijfers hoort, dan denk je van, dit moeten we meteen doen. Maar is er naast de financiële belemmering nog een belemmering waar je tegenaan loopt? Dus ik zeg tegen jullie allemaal, waarom we dit niet meteen allemaal nu doen? Edgar, is dat? De praktijk wijst dat ieder ontsnipperingsproject altijd wel tot discussie leidt. Dus je hebt altijd wel... Kijk, we leven in een land waar de ruimte beperkt is. Ja. Zodra je iets wil in die ruimte, dan zul je met partijen, met partners om de tafel moeten...
om het een en ander ook in te passen. Dus het is altijd een gevecht over die schaarse ruimte? Nou, niet altijd een gevecht, maar het vraagt altijd wel aandacht. Hè. Het is niet zeg maar een gebied wat nagenoeg leeg is of allemaal in overheidshanden. Dat het eigenlijk heel makkelijk is om zoiets te realiseren. Want je hebt direct te maken bij al die projecten met de buren. Dus je moet dat wel zorgvuldig aanvliegen. Adam, hebben jullie dan ook heel veel werk moeten steken in het overhalen van mensen die rond die gebieden of rond zo'n weg wonen om ook mee te werken aan aan die aanpassingen? Ik zat zelf niet heel erg diep in de projecten, zo gezegd, maar dat zijn wel, dat klopt. Dat je de ene keer, daar heb je daar veel meer werk voor te verzetten. Zeker in die gebieden waar ook heel veel mensen direct om zo'n knelpunt heen wonen. Hè. Die vinden daar natuurlijk ook wat van. Die hebben daar natuurlijk ook een belang bij. En soms ligt het wat verder van de bewoonde wereld. En dan gaat het een stuk makkelijker. Ja, dat verschilt gewoon enorm. Het is echt maatwerk eigenlijk, hè. Dat zegt Edgar al. Het is echt het verschilt per plek. En Yannick, wat maakt specifiek dit onderzoek? Want we horen natuurlijk al, borduurt voort op eerder onderzoek. Wat maakt nou specifiek dit onderzoek zo bijzonder voor jou? Nou ja, sowieso dat de provincie dit nog niet gedaan had. En volgens mij zijn we ook een van de, of misschien zelfs al de eerste provincie die dit zo doet. Zijn naast Nederlandse Rijk. De eerste. Okay. Dus in die zin is het natuurlijk voor ons wel heel bijzonder dat we nu deze informatie in handen hebben. En dat deze technieken die er in het verleden natuurlijk ook nog niet waren of nog niet op het niveau waar het nu is, dat dit nu allemaal mogelijk is. Wat trouwens niet hoeft te zeggen natuurlijk dat alles wat uit de cijfers blijkt dat het ook klopt. Je moet altijd goed zelf blijven nadenken, ook de kennis, de gebiedskennis van ecologen blijven gebruiken. Maar ik denk dat we hier wel grote stappen mee maken als provincie. Ja. En we hebben natuurlijk al een beetje aangestipt, want het gaat op punten niet goed met de biodiversiteit in Nederland en specifiek in Noord-Holland. Wat gebeurt er dan als we dit niet doen? Wat gaat er dan? Wat is de grote gevaar naast? Zijn er echt punten die om gaan vallen? Nou ja, dat is wat Edgar ook als plaatje gaf. Dan heb je gewoon leefgebieden waar dieren niet meer kunnen leven. Dan heb je gebieden waar heel veel dieren uitsterven en zich niet meer voor kunnen planten. Dus ja, dat is wel ernstig. En het gaat dus dan, want het onderzoek van Edgar gaat dus heel erg over bestaande infrastructuur, maar het gaat dus dan ook over waar bouw je nieuwe infrastructuur. Ja, en dat is vaak wel makkelijker. Als je nieuw gaat bouwen, dan neem je dat makkelijker mee. En dat is ook dat waar je in bestaande infrastructuur gaat veranderen, dat klinkt wat eenvoudiger. Maar bij bestaande infrastructuur heb je ook vaak dat er bijvoorbeeld misschien in een recreatiegebied, en dan moet je wandelpaden gaan verleggen. En ja, dat vinden recreanten dan niet fijn. Of misschien moet je ergens wat bomen verwijderen. En die ga je dan weer herplanten. Maar dat vinden ook mensen niet fijn. En dan ga je wel, je gaat in een recreatiegebied waar mensen hun eigen wegen hebben gekregen, ja, ga je wat uitvoeren. En dat vindt, daar moet je draagvlak voor te zoeken. En dat vindt niet iedereen altijd even prettig. Daar moet je echt goed over communiceren. Wat zijn nu de volgende stappen? Wat gaat hier nu met het onderzoek gebeuren? Dat onderzoek dat wordt betrokken nu bij de nieuwe infrastructuur die aangelegd wordt. Ja. En het wordt ook gebruikt bij bestaande infrastructuur waar nieuw onderhoud gepleegd wordt. En ook bij kleine projecten, maar dat zei ik net ook al, daar kan Yannick, die wilde heel graag natuurlijk over vertellen. En die kan dat ook heel goed, die daarmee bezig is. En ik? Nou, misschien, ik denk ook dat je bedoelt de infrastructurele projecten van gemeenten. Want de provincie die subsidieert ook projecten van gemeentelijke wegen. Ja, een amfibietunnel is het. Een amfibietunnel. Die wel onderhoud nodig heeft. Ja, dat ziet er wel zo uit. Ja, inderdaad, ja. Nou ja, hoe wij dit onderzoek heel concreet nu al toepassen is bij die subsidieregeling kijken, geven we geld aan gemeenten, maar dan vragen we ook, als we zien uit de resultaten van dit onderzoek, we zien daar kansen, ontsnipperkansen, om van gemeenten ook te vragen om die maatregelen mee te nemen. Dus op die manier hebben we ook vrij direct invloed op wat gemeenten doen met hun wegen. Dus het gaat heel ver door in, dus inderdaad, dat ontsnippen van natuur in heel Noord-Holland. Ja, want dit onderzoek gaat natuurlijk in de eerste plaats over provinciale wegen. Ja. En daar heeft de provincie natuurlijk ook direct een verantwoordelijkheid. Maar dit is natuurlijk ook een. We hebben ook gemeentelijke wegen die versnipperen ook.
En daar zien we ook nog wel een vervolgstap in, om ook daar knelpunten in beeld te brengen, om daar ook onderzoek naar te doen, op de manier zoals wij het hebben gedaan. Ook om gemeenten te stimuleren om dat te doen, zodat je ook maatregelen veel beter op elkaar kunt afstemmen. Want het is natuurlijk zo dat als wij iets doen, maar de gemeente doet het niet, ja, dan loopt een hert bijvoorbeeld alsnog tegen een barrière aan. Dus samenwerking is gewoon ontzettend belangrijk. En Edgar, als je nu zou willen verdiepen, wat zou dan voor jou de volgende stap zijn? Wat is nou het vervolg op nog weer meer die impact van ons handelen op de natuur verminderen? Nou ja, er zijn wel een aantal vervolgstappen te verzinnen. Kijk, wij hebben bijvoorbeeld gedaan alsof Noord-Holland een eiland is. Ja. Dus wij hebben geen rekening gehouden met Zuid-Holland en Utrecht en de buren. Maar een aantal van die soorten die wij bekeken hebben, die hebben zo'n groot leefgebied. Die hebben ook dat leefgebied bij buurprovincies, sommige zelfs van heel Nederland, nodig om tot een levensvatbare populatie te komen. En daaruit zie je dus gemeentelijke wegen moet je naar kijken, rijksinfrastructuur. Je moet ook naar de buren qua provincies kijken om te zien van oké, sommige dingen kunnen wij niet alleen als provincie. Hè. We kunnen al onze provinciale problemen oplossen voor die soort, maar dan is die soort er nog niet. Utrecht moet ook iets doen, Flevoland moet ook iets doen. En dat is echt wel een volgende stap. Maar je moet ergens beginnen en dat is hier gebeurd. Ja, dus ook duidelijk de oproep naar de rest van het land om hier dit op te pakken. Ja. En voor jou, wat is nou, wat neem jij hieruit mee? Want je hebt het nog niet gezien, dus het is allemaal vers, maar... Ja. Nou, ik vind het supermooi om te zien dat de provincie Noord-Holland dit zo proactief heeft opgepakt. En ik hoop dat we in de toekomst die samenwerking gewoon op deze manier ook kunnen blijven voortzetten. En dat doen we al op het gebied van kennis. Hè. We spreken elkaar regelmatig om dit soort projecten en andere kennisontwikkelingen met elkaar te delen. Dus dit stimuleert alleen maar om dat te blijven doen. Dankjewel. Dit was het eerste deel van het gesprek. We gaan meteen verder naar een andere ecoloog. Maar ik wil in ieder geval voor nu al een groot applaus voor Edgar van der Giften zijn onderzoek. En uiteraard voor de andere sprekers. Adam Hofland, strategisch adviseur, infrastructuur en leefomgeving bij Rijkswaterstaat. En Jannik Sonne, beleidsadviseur mobiliteit bij de provincie Noord-Holland. En Edgar is natuurlijk van Wageningen University en Research. Grote applaus. Want we gaan namelijk verder kijken en dan gaan we hier een korte wisseling hebben. Dan krijgen we nieuwe sprekers aan tafel. Esther blijft zitten, de gedeputeerde Esther Rommel. En we gaan via Zoom spreken met Mark van Heukelum. Mark, kan je ons horen en heb je het kunnen volgen? Ja, ik kan je zeker horen en ik volg het op de voet. Hartstikke leuk. Super, jij bent adviseur water en natuur bij Oak Consultants. En jij bent ook ecoloog, heb je dat goed? Ja, klopt ja. Ja. Okay. Hoe kijk je als ecoloog naar dit soort plannen of dit soort gesprekken? Ja, ik word hier heel enthousiast van. Eigenlijk wat Adam ook al zei, van zo proactief kijken naar hoe je gebied kan verbeteren is echt een hele gave stap. Vooral ook omdat we met mijn ervaring ook vanuit praktijkonderzoeken, dat je ziet dat er echt nog een uitdaging ligt, ook nadat faunavoorzieningen zijn aangelegd. Dat het dan eigenlijk pas begint met beheer en onderhoud, met kijken van hey, is het nou ook opgelost waar we nu staan? Dus dit is ontzettend leuk om te horen dat dit zo concreet wordt opgepakt. En jij in je dagelijks werk houdt je ook mee bezig. Je hebt ook een aantal voorbeelden meegenomen over wat er in Vaanderpartijs gebeurt. Want kan je kort even vertellen, hoe hou je je met dit onderwerp bezig? Ja, ik ben gewoon gefascineerd door al die groene verbindingen die door het land lopen. Groene en blauwe verbindingen, ook in het water gebeurt er veel. En een land als Nederland, dicht bevolkt, onder de zeespiegel voor een deel. Ja, daar moeten we natuurlijk een hele hoop maatregelen nemen. Maar die hebben ook consequenties voor dieren. En ik vind het ontzettend leuk om onderzoek te doen naar de werking van faunapassages. En gaandeweg zijn we ons steeds meer gaan interesseren van hoe kunnen we ook nieuwe technieken daarin gebruiken. Zodat we echt kunnen borgen en faciliteren het beheer en onderhoud. Dat hetgeen wat we aanleggen ook echt blijft werken. Want dat is niet vanzelfsprekend. We vragen dieren, zeg een otter of een das, die echt kilometers per nacht kunnen afleggen, om soms de tunneltjes te gaan van 40 centimeter breed. Dat kan, maar dat vraagt wel dat we de boer dan echt goed op orde hebben. Ja. Dus dat is wat ik onder andere doe, kijken van hoe kunnen we dat verbeteren. Je hebt wel beelden meegenomen, laten we daar naar kijken. En misschien dat je ons ook kan vertellen waar we dan naar kijken. Ja, helemaal goed. Dan kan die in beeld, ja. Dit is een tunnel. Ik zie een dier er doorheen lopen. Ja, ik zie het zelf helaas nu niet. Maar als het goed is, zien jullie inderdaad een nachtelijk beeld
van een tunnel waar een dier doorheen loopt. Ik zie een das. Ja, de das. En mogelijk zie je nog een vos. Op dit moment hebben wij camera's buiten staan die continu de data die ze opnemen naar een platform sturen. En daarmee hebben we eigenlijk ook continu in beeld wat daar gebruik van maakt. En de beelden die je nu ziet, die zijn van eergisteren nacht. Mm-hmm. Maar in principe kan ik op dit moment gewoon inloggen en kijken wat er gebeurt in die tunnels. En daarmee hebben we veel meer grip erop. En dit is natuurlijk hartstikke leuk, want het is een soort van idee dat je soms zo'n webcam in een vogelhuisje hebt, want dan kan je zien wat er gebeurt. Maar ja. Waarom is dit wetenschappelijk voor het in stand houden van dit systeem zo belangrijk om dit soort beelden te hebben? Nou, wat we merken is dat in onderzoek naar de werking van faunapassages, dat onderzoek deden we vaak met cameravallen. Dus dan gingen we kijken wat er doorheen ging. Maar heel vaak bij aanvang van dat onderzoek zagen we dat de faunapassage zelf eigenlijk niet op orde was. En dan maakten we dat eerst schoon en dan gingen we kijken wat er doorheen ging. Maar dat klopte al niet, want bij aanvang was die faunapassage niet een goede werking. En wat we toen hebben gezegd is van wat we eigenlijk zouden willen is een soort van continue vinger aan de pols houden hoe het gaat met zo'n faunapassage. Ja. En met de ontwikkeling van sensoren en slimme camera's wordt dat steeds makkelijker om te doen. Dus onze ambitie is eigenlijk om te kijken van kunnen we nou veel meer continu in de gaten houden wat daar gebeurt. En dat helpt berenonderhoud. Mm-hmm. Maar met dit soort fantastische data kunnen we ook hele lange meetreeksen krijgen van wat het allemaal met die dieren doet. Maken ze gebruik van deze passages, van dit type passage? Is dat alleen aan het begin of hoe lang duurt het voordat ze die passage vinden? Ja, dat is hele waardevolle data die we kunnen gebruiken om ook bij nieuwe voorzieningen of bestaande voorzieningen te verbeteren. Mooi. Ik had in het najaar een enorme aha-erlevenis waar in het kader van Natuur Inclusief Bouwen, een programma wat we ooit een keer daarvoor gemaakt hebben, dat inderdaad vrij logisch, als je een mooie muskas maakt of iets aanlegt voor dieren, dat ze daar niet meteen in gaan zitten, maar dat soms maanden kan duren. Dat is een enorme open deur, maar ik had er nooit bij stilgestaan. Maar dit is dus, op deze manier kan je het dus in kaart brengen en wat dan erg is en wanneer het dus niet erg is. Ja, en het interessante is, we zien nu bij dit onderzoek al prachtige activiteitenpatronen ontstaan. Dus bij sommige passages zie je dat ze elke nacht gebruikt worden. Ja. Bij anderen is dat misschien één of een paar keer per week. En straks zie je waarschijnlijk ook als daar iets gebeurt. Dus bijvoorbeeld er is inspoeling van grond of het raakt overgroeid. Of het raakt beschadigd tijdens maaiactiviteit of iets anders. Dan zullen we een verandering in het patroon zien. En dat helpt weer om veel sneller te kunnen reageren van hey, er is iets aan de hand hier. Er zou een weginspecteur even moeten kijken wat daar gaande is. Want in het ergste geval kan een passage soms wel een jaar of misschien wel langer onopgemerkt niet functioneel in het veld liggen. Nou, dan krijg je die risico's waar eerder over gesproken werd in dit programma, dat dieren andere manieren gaan zoeken om die weg over te steken of dat gebieden alsnog geïsoleerd raken van elkaar. Nog een laatste vraag. Betekent dit, kan ik ook deze beelden zelf nu zo meteen de afloop van het programma gaan bekijken? En waar dan? Nou, nog niet. Dus we werken aan die volgende stap. Ik werk samen met de 3D-makerszone en die gasten die zitten in die techniek. Het is onvoorstelbaar wat die kunnen. Ja. En we hebben de ambitie om naast dat we dit wetenschappelijk gebruiken, ook die beelden gaan gebruiken om veel meer bewustzijn te creëren. En het zou helemaal mooi zijn als we op veel plekken dit hebben staan, dat je gewoon elke dag kan zien wat er 's nachts onder de wegen gaat waar jij overdag misschien overheen rijdt of overheen fietst. Mooi. Dus we gaan die kant op. Ik hou je op de hoogte. Super. En kom, ga een keer echt hier naar Pakhuis en Zwager toe. Om ja, ik had er graag bij willen zijn. Was je helaas ook op afstand. Maar ik ben toch heel blij dat je vanavond bij ons kon zijn en deze mooie beelden hebt kunnen laten zien. Dankjewel voor de tijd. En graag tot ziens. Esther, wat een... Het is wel fijn ook. Ik kan me voorstellen inderdaad, je kan niet verwachten dat dieren ook gebruik maken van zo'n passage. Maar het is wel leuk om te zien dat ze het ook echt doen. Ja, dat is altijd de eerste dieren die gebruik maken van een nieuwe passage. Dat is altijd een yes moment, zeg maar. Dat je denkt van ja, het werkt of ze vinden het leuk. Want net zoals jij ook al aangaf van ja, voordat ze bijvoorbeeld in je eigen tuin dieren een vogelhuisje gaan gebruiken. Dan denk je van ik heb alles neergezet. Ik bedoel pracht van een huisje, eten erin en er komt niemand. En dan is het toch, als je bij zo'n tunnel ziet, van dat het gebruikt gaat worden en dat de dieren die er gebruik van maken, ja, dat is echt geweldig. We hebben net natuurlijk gehad over welke verschillende actoren mee zouden moeten werken of iets zouden moeten doen met zo'n onderwerp als dit. En het is wel heel erg overheid.
Maar wat kan het bedrijfsleven doen? Of wat kunnen wij gewoon als normale Nederlanders doen? Ook om dit soort die barrièrefunctie te verminderen? Ja, nou, ik vind dat een hele mooie vraag die je stelt. Want dat is ook wat wij helpen daar ook in de provincie. Maar als je gewoon al kijkt naar je eigen tuin, ja, of je eigen balkon. Ook daar kan je al ontsnipperen door stenen, tegels eruit te halen en dat te vergroenen. Door een vogelhuisje op te hangen, door eten neer te leggen, door in je omgeving te kijken wat je dus kan doen. Je ziet nu veel meer ook in dorpen en steden dat mensen het plantsoen gaan veranderen door dat meer vlinderrijk te maken en gangbaar voor bijen. Dus in plaats van een strak grasveld kan je gewoon mooie weidebloemen en dan... Ja, en als je dat met de buurt doet, ja, ik vind zelf dat verbindt ook mensen. Ja. En dat is ook heel belangrijk dat die dus daar samen over nadenken. Maar ook, kijk, wat natuurlijk al gebeurt, en dat is al veel oudere passage, is natuurlijk dat de padden geholpen worden, hè, met de paddentrek, omdat mensen die padden echt gewoon daadwerkelijk de weg overzetten. Nou, dat is al het begin van een passage. Mooi. Fijn ook dat het inderdaad al die verschillende grootheden heeft. Inmiddels zijn er hier aan tafel nieuwe mensen aangeschoven en wel degelijk Linda Oldenburg. En jij bent ecoloog bij Krinkels BV. Ja, klopt. Kort, wat is Krinkels? Krinkels is een groene aannemer eigenlijk die door heel Nederland, ja? Nederland opereert. Maar wij doen onder andere ook het onderhoud van een groot deel van de wegbermen in Noord-Holland. Dus ja, dit is ook een onderzoek waar je met veel aandacht naar gekeken hebt? Ja, ja. Ik heb ook wel contact gehad met Mark hierover. Ja. Heel goed. En voor de mensen staat weer een kleine piep. Maar dat komt natuurlijk omdat het weer wonderlijk is dat we mensen in de zaal hebben. Maar daar wordt aan gewerkt. Camille, jij bent Camille Meineken en je bent projectmanager bij ProRail. Ook jullie hebben natuurlijk bermen en barrièrefuncties. Werd al net nou genoemd naar het doorkruisen van de spoorlijn eigenlijk die over het Gooi gaat. Ja. En bij het Nadermeer. Is dit ook een onderzoek? Is dit nieuw voor jullie? Heb je dit eerder meegekregen? Ik heb dit eerder meegekregen. Het is niet het werkveld waarin ik zit. Ik ben projectmanager. Ik leg die faunapassages aan of ecoducten. Veel onder mijn hoede gehad. Dus ik ken het onderzoek waar Mark ook mee bezig is. Maar in de aanleg zijn we daar te weinig mee bezig. Dus we zijn nog blij dat het goed is aangelegd. Dat is al lastig zat. En als de bouwhekken weggaan en je ziet de eerste voetstappen of een eerste beest, dan is het prachtig. Maar ik vind het wel mooi wat Mark zegt, van dat het ook kan helpen bij het onderhoud. Dus als je op een gegeven moment het gebruik terug ziet lopen, dan is er wat aan de hand. Want dat is natuurlijk, dat zien wij wel veel. Dat onderhoud, daar schort het nog wel eens wat aan. Want waarom is het voor, we hebben natuurlijk evident gehad af wat de impact daarvan is. Maar, en van de provincie Noord-Holland snap ik hem. Omdat inderdaad natuur een belangrijke kerntaak is. Ja. Maar voor ProRail kan je zeggen, jullie taak is vooral dat de treinen rijden. En vooral in de winter niet dat de treinverkeer slipt met blaadjes op de weg. Ja, dat is ook bijna het meest belangrijke. Ja. Met een heel serieuze vraag. Het is een hele serieuze vraag. Het ProRail is betrokken geraakt bij het meerjarenprogramma Ontsnippering. Ja. Dus wij moesten ecoducten, faunapassages aanleggen. En dat heeft wel iets in beweging gebracht. Dat deden wij voorheen niet. Wij zijn van het spoor en die treinen moeten rijden. Ja, precies. En langzaamaan zie je wel dat daar toch wel waarde in wordt gezien. En het is nu ook een van de beleidsdoelstellingen van ProRail. Hey, die bermen, die zijn waardevol. En hoe komt dat dan in uiting bij jullie werk? Wat voor dingen doe je dan? Want ik zelf, niet jij persoonlijk, persoonlijk, maar als ProRail? Nou ja, er wordt nu dat het beheer van bermen, dat wordt nu anders aangepakt. Of in ieder geval daar wordt aan gewerkt van, dat moeten wij niet meer gaan zien als een functioneel iets wat branden tegengaat en water weet te bergen. Maar dat heeft ook natuurwaarde. Dat moeten wij gewoon beter onderhouden. En faunapassages, dat is niet alleen maar een lastig iets om aan te leggen, maar die zijn van belang. Het hoort er ook gewoon bij. Ja. En twee projecten die ik specifiek ken, ook door mijn werk, omdat ik natuurlijk vaker mensen van jullie spreek. Het landschapsstation Driebergen-Zeist, waar je die connectie hebt gelegd tussen de verschillende kanten van het spoor. Is dat een voorbeeld van die connectie? Ja, in ieder geval dat er of meer over wordt nagedacht. Het is niet raar om natuur, verbinding in de natuur, om dat gewoon bij je hele ontwerp, of nou een stationsgebied gaat, of een onderdoorgang die je maakt, om dat daarin te betrekken. Dus dat kan je daar wel ingooien, ja. Ja. En Linda, die was net, de microfoon is gefixt, als het goed is. Ja. Hoe interpreteer jij die resultaten van Edgar?
Is het iets van, oh, dat wisten we al lang en blij dat we het nu gaan doen? Of heb je ook echt nieuwe dingen gehoord? Nou, ik vind het vooral heel fijn dat het nu zo inzichtelijk is. Dus dat we weten waar de knelpunten zitten. Een deel, een deel weten we natuurlijk wel, want we weten waar die dieren doodgereden worden. Dat zien we allemaal langs de weg. Ja. Maar het is heel fijn dat het nu onderbouwd is door een degelijk onderzoek. En dat de provincie het ook oppakt en er iets mee gaat doen. Omdat het verder gaat dan alleen waar gaan de dieren die nu wel nog de weg afsteken, worden ze doodgereden. Maar het kijkt ook waar steken ze niet meer de weg over en waar is hun potentie, kan je de populatie van elkaar verbinden. Ja. En hoe komt dat in bij jullie werk van je organisatie naar voren? Dus in die onderhoud van zo'n berm, hoe neem je dat dan mee? Nou, wij onderhouden de faunavoorzieningen als ze er eenmaal zijn. Ja. En nou ja, wat Mark ook al kort zei, heel veel van die faunavoorzieningen worden slecht onderhouden. En dan kan het zomaar gebeuren dat ze een jaar lang niet functioneel zijn. En dan hebben die dieren daar dus niks aan. En dan ligt er dus zo'n hele mooie faunapassage. En dan vind je evengoed nog aangereden dieren daar vlak in de buurt. En dat is natuurlijk zonde. Dus wat wij proberen bij Krinkels is ervoor te zorgen dat die faunapassages, dat die goed onderhouden worden. Omdat ze functioneel blijven. En dan is het ook gewoon belangrijk dat je regelmatig langs gaat. Dat je niet inderdaad een jaar wacht en dan weer eens gaat kijken, oh ja, die faunapassages waren het er ook nog. Ja, toch is het ook een onderwerp van, ik begin met een studie van waar hebben faunapassages dan het meeste nut of de meeste waarde. Ja. Daarna moet je ook gaan kijken al naar, kan het daar überhaupt wel aangelegd worden? Ja, want vaak is het op papier van hier moeten faunapassages komen. En dan in de praktijk is dat helemaal niet zo mogelijk. Of, hoge grondwaterstand, ja, dat gaat hem daar niet worden om daar buisjes aan te leggen. En dat is waar Rick dan tegenaan loopt, van ja, zucht. Daar komen overigens ook weer goede ideeën uit naar voren. Hè, voor Prodel die fauna dwarsligger op het Naardenmeer. Dat ontstaan uit een holle dwarsligger, ja. Dus dan zo'n ding waar de sporen op liggen? En dan hol waar dat is een faunapassage. Ja, dat is ontstaan uit de frustratie van, we kunnen hier geen op heel veel plekken geen kleine buizen onder het spoor boren, want allerlei problemen daarmee. Kan dat niet anders? Nou, dat is, Ik vond ook echt dat een heel mooi. Want ja. dat is heel bijzonder ook dat ProRail dat gedaan heeft. Ja. Hè? Want nou ja, je moet het maar durven. Want het spoor is natuurlijk ook iets heel bijzonders. En als je daar een innovatief iets neerzet en inbrengt. En het is eigenlijk een soort holle biels. Wat gelijk onder het spoor geschoven is, zonder dat je daar allerlei trucken voor uit hoeft te halen. Nou, echt, en het werkt. Ja, dat is onwijs duurzame oplossing. Het is goedkoop, makkelijk aan te brengen. Hele simpele oplossingen. Ja. Ook tegelwippen, zeg gewoon echt. Maar ik lach ergens om, maar het is, als je kijkt van hoe die impact is op die populatie in dieren en hoe simpel die oplossingen zijn, vandaar mijn vraag. Ik bedoel, het geld, dat is altijd wel te regelen. Daar kan je gesprekken over hebben, dan kan je geld verdelen. En dat is natuurlijk moeilijk, een politiek verhaal. Maar zulke simpele... Ja, dat zijn simpele. Kijk, de foto die je nu ziet, dat is een grote ecoduct over een spoor. Deze is in Noord-Brabant. Vier sporen. Ik heb deze foto meegenomen, want ja, ook wel makkelijk om te zeggen van, ja, leg daar een ecoduct aan. Dat is wel typisch iets voor het spoor. Hoe kom je in zo'n natuurgebied? Ja. Hoe bedoel je daarmee? Hoe kom je in zo'n... Nou, als je een ecoduct moet aanleggen bij een provinciale weg of een snelweg, dan is de weg zelf is de aanvoerroute voor bouwmateriaal. Oh, zo? Wat. Letterlijk, hoe krijg je je spullen daar? Ja, en het is in een ontzettend waardevol gebied. Het is eigenlijk is het niet mogelijk. En gelukkig wel, met de medewerking van terreinbeherende organisaties en innovatief nadenken en oplossingen bedenken. Nog zo eentje, midden in de duinen. Hoe kom je daar? Ja, dat is... Denk daar wel even aan voordat er een op papier wordt gezegd, daar moet een faunapassage komen. Dat houdt in de realisatiefase ook best wel veel, veel uitdagingen in. Het is ook wel mooi dat je dat zegt, want uiteindelijk ben je leefgebieden aan het verbinden. Ja. En daar heb je altijd de buren bij nodig. Ja. Want 9 van de 10 keer gaan wij niet over de natuurgebieden die we met elkaar verbinden. Ja. Dus het gaat uiteindelijk ook om het verbinden van allerlei verschillende partijen die eraan mee moeten werken. En samen moet je tot een oplossing komen. Ja, we hadden het hiervoor over deze natuurbrug. Ja, zonder medewerking van, bij wijze van spreken, de boswachter daar, van PWN, was dit niet gelukt. Inderdaad. Waar is deze? Deze is bij Zandvoort aan Zee. Bij Zandvoort. Ja. Echt midden in de duinen. Ja, en nog zoiets, de impact van zo'n faunapassage hier over de snelweg en onder het spoor door in midden op de Veluwe. Maar ik kan me ook voorstellen dat het inderdaad heel lang gewoon een enorme herrie is, waar die juist helemaal niet in de buurt willen komen. Ja. En dat
Ja, en ook hè, wat er net werd gezegd van ja, de buren, dat is altijd lastig. Nou, hier heb je geen buren. Wow, 3 kilometer verderop zit een agrarisch areaal. Ja, de mensen daar waren hier niet blij mee. Ja, dus die hebben last van vraatschade van herten. En dit zorgt voor nog meer aanloop naar het boerenland. Dus die impact is best wel groot. Ja, in positieve zin. Maar ook in wat zaken waar je ook rekening mee moet houden. Maar zeker ook, ja, dat moet je ook zeker goed managen. Ja. Want ook bij Naardenmeer, daar wonen mensen direct aan het spoor. Ja. En dan heb je de mensen die in het gebied wonen. Maar wat ik het mooie vond ook bij die innovatie, was met name ook dat je zag, je hebt een technicus, want nou ja, jij praat er makkelijker over omdat je ermee te maken hebt van een grotere wereld. Maar je hebt gewoon een technicus waar een ecoloog dan tegen zegt van, ja, we moeten hier een onderdoorgang maken. Ja, ja. Dat zijn ook buren die je moet verbinden. Je moet dezelfde taal spreken. Ja, en dat ontbreekt er nog wel eens aan. Ik werk dan als ecoloog voor een aannemer. En dat is, nou ja, nog best redelijk een zeldzaamheid dat aannemers een ecoloog hebben. En ik merk dat het heel erg helpt ook om met opdrachtgevers dezelfde taal te spreken. Dat ik aan tafel zit met de ecoloog van de opdrachtgever om over dit soort dingen te praten. Dat ik aan tafel zit met de buren, met de natuurbeherende organisaties. En dat je op die manier ook die verbinding legt en dezelfde taal gaat spreken. Maar tegelijkertijd weet ik ook hoe mijn collega's werken. Ja. Weet ik ook hoe ik het moet vertalen naar de praktijk. Hoe gaan we iets aanleggen? Hoe gaan we iets onderhouden? En je ziet het gelukkig steeds meer. Hè? Ook in zo'n wat technische omgeving als het spoor. Met alle techneuten en mensen gericht op uitvoeren. Ja. Komt steeds meer groen in. Ja, dankjewel. Dat is ook echt keihard nodig. Ja. Ja. Ja, dankjewel, omdat het wordt duidelijk van waar lopen we tegenaan. En hoe complex is dit onderwerp. Omdat het inderdaad heel simpel lijkt, oplossingen. Maar er toch een hoop bij komt kijken. Ja. Esther, we zijn bijna aan het einde van het uur. En er komt nu een vraag binnen. Want jullie konden vragen stellen via menti.com. En die vraag is namelijk, het lijkt alsof het nu ontsnipperd wordt als infraonderhoud vraagt. Waarom wordt niet vanuit de dieren geredeneerd en bijvoorbeeld de knelpunten grote kans op de positieve impact geprioriteerd? Dus waarom wacht je op... Is dat ook echt zo? Wachten jullie echt alleen maar op... Of heb je ook knelpunten waar je denkt, daar is de prioriteit zo groot? Dan gaan we het sneller doen. Nou, we hebben gezegd dat waar we naar infrastructuur kijken, daar gaan we het standaard meenemen. En ik denk dat dat al een hele opgave is. Mm-hmm. En we kijken nog niet zozeer direct van, nou, daar is het een knelpunt. Maar ja, op sommige plekken waar zich dat heel sterk voordoet, dat je zegt, nou, hier moeten we echt iets mee. Daar kijken we ook wel naar. Maar nu is het eerste is dat we het standaard, en dat vind ik al heel wat, dat we het standaard meenemen. Maar je ziet ook wel dat bij Jannik ook net zei, dat bij gemeentelijke wegen ook, dat als er dan bijvoorbeeld een subsidie aangevraagd wordt, dat gezegd wordt van, hé, laten we eens even kijken of we gelijk ook dat mee kunnen nemen. En dat vind ik al heel wat. Ja, en het is ook best wel interessant dat steeds meer aannemers ook tijdens de aanbesteding, nou ja, dingen moeten beloven om de aanbesteding binnen te halen. Dus die gaan allerlei dingen bedenken van, nou, we kunnen wel een paddentunnel aanleggen, we kunnen wel een eekhoornbrug aanleggen. Ze hebben nu ook een handvat wat zinvol is. Toen wij de aanbesteding deden voor een groot deel van Noord-Holland een aantal jaar geleden, hebben wij ook een aantal van die dingen beloofd. We weten nu ook precies waar we ze neer gaan leggen dankzij dit onderzoek. Ja. En ook het werk van de uitvoerders en aannemers wordt daardoor simpeler. Ja, inderdaad. Want wij weten gewoon waar het zinvol is. Maar dat betekent dus nu meenemen in toekomstige ingrepen. Nee nemen, elke keer als je naar de wereld kijkt, is dit een van de boxjes die getikt moet worden, waar het vroeger ontbrak. En dat betekent ook dat elke keer in de standaardprocedures daar naar gekeken wordt. En op die manier langzaam wordt dat hele project, of eigenlijk het hele areaal van wegen en het hele areaal van Natuurnetwerk Nederland, wordt aangepakt. Nou, want je kijkt juist ook natuurlijk op momenten dat je een onderhoud gaat plegen, van kan je dat ook meenemen. Ja. En daarmee wordt het ook makkelijker om het gefinancierd te krijgen. Ja. Duidelijk. Is er nog iets anders wat we van de provincie op dit punt kunnen verwachten? Je gaat natuurlijk de boer op met dit onderzoek. Maar... Nou ja, ik wil heel graag dat heel Nederland deze hier naar kijkt en dat onderzoek gaat gebruiken bij hun projecten. Wat net ook al aangegeven werd van, ja, we moeten hier natuurlijk ook met Utrecht en Zuid-Holland en Flevoland, de buurprovincies. En nou ja, die moeten dan ook met hun buurprovincies. Dus ja, ik denk dat we dan met z'n allen wel aan de lat staan. Mooi. Hoe gaat het bij ProRail?
Hoe ga je dat, is dit niet iets wat je meeneemt als je teruggaat naar Utrecht, naar de Inkspot? Nou, ik betrek er ook Rijkswaterstaat en ProRail bij. Hè. Bedoel, ze hebben ook snelwegen, spoorwegen in het Noord-Hollandse areaal. En wat Adam er net ook zei, er is een community of practice over een ontsnippering. Ja, daar is een ideale plek om kennis uit te wisselen. En ook dit soort onderzoeken. Dank jullie wel. Ja, we zijn zo goed aan het einde gekomen van dit gesprek. Hier aan tafel, Esther blijft nog heel even zitten. Hebben we gesproken nu met Linda Oddenburg, ecoloog bij Krinkels. En met Camille Meijnerker, projectmanager bij ProRail. Graag ook een grote applaus voor hun. En we hebben nu een uur lang gekeken naar de impact en de kansen die het biedt om dus inderdaad anders om te gaan met ecologie en met infrastructuur. Volgens mij een interessant gesprek en ik ben heel erg benieuwd wat er verder uit gaat komen. Nog even naar jou, Esther. Van, letterlijk, is dit nu iets wat je dus naar Provinciale Staten opstuurt en nu moeten ze dan gaan bekrachtigen? Hoe gaat dat eigenlijk verder? Nee, wij nemen dit nu standaard mee. Oh, dat is al gewoon helemaal beklonken? Ja. En wat... En ja... Dan gaan we gewoon verder daarmee, lijkt me. Het enige wat natuurlijk bij de Provinciale Staten komt, is dat als wij nieuwe projecten krijgen, waar dan nieuwe financiering voor gevraagd moet worden, dan nemen we daarin mee dat dit daar ook bij meegenomen moet worden. Daar is zeg maar de financiering nog niet voor rond voor die nieuwe. Bij alle nieuwe projecten moet dus altijd, net zoals bij de gemeenteraad of de Tweede Kamer, moet de Provinciale Staten zeggen, ja, ik ben akkoord, voordat iets in gang kan zetten en dan komt dit dus mee. Dat was een mooi uur. En ik vind het leuk dat we allebei dat gesprek hebben kunnen voeren. Ongeveer 2 jaar geleden toen we hier zaten in het programma Beren op de Weg. Als de aftrap en nu het resultaat zien. Ik kan me ook voorstellen dat je er trots op bent. Dus gefeliciteerd daarmee. Dankjewel dat je uitgebreid dit hebt willen vertellen. Esther Rommel, gedeputeerde voor, en dat moet goed zetten, natuur, landschap, grond, bodemdaling en stikstof van de provincie Noord-Holland. Groot applaus. Dit was Groen Verbonden, maar niet voordat ik jullie nog even wil vertellen van een aantal dingen die er nog aan gaan komen. Zoals je van ons gewend bent in dit programma, gaan we op pad steeds na afloop. De vorige keer waren we in Schip. Dat is een heel mooi museum, paviljoen, midden tussen de zeesluizen, waar net de nieuwe grote zeesluis geopend is in IJmuiden. Misschien kunnen we een beeld krijgen. Ga er ook naartoe. Een groep van ons is daar geweest om rond te kijken en te kijken hoe dat project functioneert. En hoe dus ook inderdaad toen we het spraken over de krappe jas van het Noordzeekanaalgebied. Hoe alle punten daar samenkomen en hoe je dus ook inderdaad grip kan krijgen op dat gebied. Letterlijk op die sluizen, letterlijk in al dat geweld van die haven. Prachtige plek, dus ga er echt heen. Staat deze plek? Voor deze keer is er ook een call to action. Je kan meedoen, je kan een mail sturen, en dan moet ik even goed voorlezen, naar info@dezwijger.nl. Want we gaan nu namelijk naar het Gooise Natuurreservaat. En er is een exclusief voor ons een speciale excursie samengesteld. En de mensen die het eerste daar zegt, 15 mensen hebben de plek voor, kunnen op 9 maart van 15:30 tot 17 uur meegaan onder begeleiding van Dirk van der Velde. Het Gooise Natuurreservaat in. Dit is mede mogelijk gemaakt door het Gooise Natuurreservaat en door Noord-Holland. En dus ik zeg, meld je aan en ga mee. Dit programma was een programma in de Stichting Groen Verbonden, die dus ook inderdaad gemaakt is in co-productie tussen Pakhuis de Zwijger en de provincie Noord-Holland. We gaan hiermee door. En wel op 1 maart zijn wij terug om 8 uur hier in de Zwijger. Kom ook allemaal erheen, dan kan je in de afloop meepraten, want dat gaan we zo meteen doen met de mensen hier in huis. En dan gaan we het hebben, het programma heet Tussen Amsterdam en Mauritanië, een avond over trekvogels. Dit is overigens een onderdeel van een breder themaavond waar heel veel mooie gesprekken zijn over natuur-inclusieve steden. Dus ik zou zeggen, volgens mij moet je daar gewoon komen. Op dezwijger.nl is daar meer informatie over te vinden. Dit was dit mooie programma. Ik dank voor het kijken. Bedankt voor het delen van al deze kennis. Wil je de volgende keer bij zijn, dan kan dat. Wil je al de programma's terugkijken, dan kan dat ook op dezwijger.nl. Zoals je van ons gewend bent, zijn onze programma's gratis toegankelijk. Dat houden we ook heel graag, want aan de democratie kan je geen prijskaartje hangen. Zou je dat toch willen steunen, dan kan dat door lid te worden van Pakhuis de Zwijger. Het muziekje begint al. Via de QR-code kan je lid worden. Zodra het allemaal weer kan, kunnen we bij elkaar komen om elkaar te treffen in deze mooie zaal. Een laatste plug nog. Op 16 maart, op de avond van de verkiezingen, gaan we in deze zaal ook hopelijk met heel veel mensen bij elkaar, en ik hoop dat het zo meteen mag van de regering, komen om terug te kijken naar de verkiezingsuitslag. Dus kom ook allemaal hierheen. Dankjewel, bedankt voor het kijken en graag tot ziens. Dag.